Dit is de heer Müller. De heer Müller is marketingmanager bij het merk Hemelvaart BV. Hemelvaart BV heeft verschillende dochterondernemingen in binnen- en buitenland. Hemelvaart BV zou hun kantoren en vertegenwoordigers willen voorzien van promotieartikelen om aan klanten te geven en op beurzen tentoon te stellen op grond van imagoverbetering van Hemelvaart BV. Meneer Müller neemt het beheer hiervan op het hoofdkwartier over. Omdat hij geen exacte cijfers heeft en daarom onzeker is, vraagt hij de oudste en meest ervaren bedrijfsleiders in de nevenvestigingen om te weten te komen wat goed bij de klanten ontvangen wordt. Dus vraagt hij wat en hoeveel hij naar hun mening moet bestellen. Natuurlijk, meneer Müller bereikt niet direct alle vertegenwoordigers omdat ze reizen, geen tijd hebben, een ander heeft nachtdienst, er is er een op vakantie, enzovoorts enzovoorts. Een zenuwslopende telefoonmarathon die veel tijd in beslag neemt zonder echt bevredigende resultaten. Dus, zoals altijd, pen en een kop koffie. In het uiterste geval wil meneer Müller tenminste een overzicht van de huidige voorraad van promotionele artikelen voordat hij de nieuwe artikelen bestelt. Maar ook hier problemen. Alleen ongesorteerde goederen en niet dat wat hij zoekt. In plaats daarvan deels uitgedroogde balpennen, de kalender van vorig jaar en verlopen gummiberen. Een mooi rommeltje. Hij probeert het nogmaals bij de oudgediende bedrijfsleiders. Welke voorraden hebben die op de vestiging? Eén duidelijk resultaat. Ook zij hebben geen overzicht. Overal dezelfde chaos. Wat moet hij doen? Simpelweg uit gemak of tijdsdruk zijn er geen juiste inventarislijsten. En er zijn geen gebruikersstatistieken op het hoofdkwartier, nog in het veld bij de vertegenwoordigers. Tientallen telefoongesprekken en e-mails later is de heer Müller de waanzin nabij. Hij bestelt dezelfde artikelen en hoeveelheden als elk jaar die men al in het bestand heeft. En met welk resultaat? De relatiegeschenken komen helaas niet bij de klant aan, zoals elk jaar. Alleen het magazijn wordt gevuld met de overtallige spullen. Geen wonder dat de chef echt boos is. Dit is helaas dagelijks de werkelijkheid in veel bedrijven. Maar het kan ook anders. Zoals bijvoorbeeld bij de heer Smit. Hij is marketingdirecteur bij het bedrijf TOP. Het bedrijf TOP heeft verschillende dochterondernemingen in binnen- en buitenland. TOP zou hun kantoren en vertegenwoordigers willen voorzien van promotieartikelen om aan klanten te geven en op beurzen tentoon te stellen op grond van imagoverbetering van TOP. Meneer Smit neemt het beheer hiervan op het hoofdkwartier over. De heer Smit doet dit zo. Hij gaat ontspannen aan het werk. Hij past een verscheidenheid van nieuwe promotieartikelen in het Fullmax-systeem aan. En alle vertegenwoordigers kunnen deze artikelen te alle tijden kiezen en beoordelen. Zo kan mevrouw Schuster in Engeland gemakkelijk de keuzemogelijkheden zien en direct beslissen welke promotieartikelen voor haar klanten interessant zijn en welke niet. Ook haar collega in Italië kan vrij gemakkelijk en snel de selectie bekijken en beoordelen. Als alle vertegenwoordigers gestemd hebben, krijgt de heer Smit een gedetailleerd resultaat van de wensen en de meningen van de bedrijfsleiders. En kan met deze gegevens, als een beheerder in het systeem van Fullmax, ontspannen zittend aan zijn bureau of waar dan ook, precies het artikel selecteren die zijn bedrijfsleiders kunnen bestellen. Zelfs individueel, per land en precies naar smaak van de ontvanger. Mooi is ook dat mevrouw Schuster niet noodzakelijkerwijs kan zien dat de heer Meijer als key account manager bovendien een of andere champagne specialiteit kan bestellen. Zo komt er geen afgunst en zijn alle geschenken en promotionele artikelen passend beschikbaar. Nu lopen alle bestellingen automatisch. Distributie, logistiek, verzending, opslag, zelfs de facturering. Fullmax heeft het onder controle. En alle relatiegeschenken komen bij alle klanten super aan. De heer Smit heeft altijd een overzicht van alle orders, facturen en voorraden. Track and trace in real time, alles inbegrepen. Hij is ontspannen en blij omdat hij daar opnieuw met de hulp van Fullmax in geslaagd is. En omdat het systeem het hele jaar goed draait, worden alle valkuilen onmiddellijk verwijderd door het intelligente waarschuwingssysteem van Fullmax. Als er te weinig inventaris of naderende vervaldata dreigen te komen, worden de bevoegde autoriteiten direct geïnformeerd door middel van een e-mail.
zo gemakkelijk kan worden besteld en u ondervindt geen onaangename verrassingen, dankzij Fullmax. Aan het einde van het jaar of ondertussen online ontvangt de heer Smit automatisch de geëvalueerde gebruiksstatistieken, precies zoals hij het nodig heeft. En die presenteert hij aan zijn leidinggevende. En die is erg blij, dankzij Fullmax. Maar dat zei ik al. Het bedrijf TOP heeft geld bespaard en de heer Smit veel tijd en zenuwen. Hij kan dan doen wat zijn baan is: marketingstrategieën ontwikkelen. Fullmax, de volledige service van Crimex.